een flink tempo. En daardoor weet ik zeker dat hij over de 100 kilometer, dat haalt hij makkelijk. Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Jullie weten vast wel het grote nieuws dat er volgend jaar een mega achtbaan wordt geopend in Walibi, Belgium. Ik heb er mega veel zin in. En met deze hypercoaster is Silos erin geslaagd om dit project zo goed mogelijk na te bouwen. Laten we een kijkje nemen in Walibi, Belgium. Eindelijk krijgt Walibi Belgium een soort van go-liet in hun eigen park. Dat is toch fantastisch. Ze mogen wel wat achtbanen een soort van retrekken. Denk aan de houtachtbaan. Die mag wel een soort van opnieuw worden gebouwd, vind ik persoonlijk. Ik vond hem erg rammelig, erg stroef. Oh, dit is heel gaaf, want hij heeft ook zeg maar de Tiki Waka. Nou, is het heel Walibi Belgium? Nou, zo te zien heeft hij aardig zijn best gedaan. En hier liggen zelfs achtbaanonderdelen en heeft hij ook een vrachtwagen gemaakt met het logo erop. Ook nog wat achtbaanonderdelen. Ik begreep dus dat hij twee achtbanen door elkaar heeft laten lopen. En dat kan je ook duidelijk hier zien. Nou ben ik erg benieuwd of ik wel een rondje kan maken. Dat hoop ik wel. Daar gaan we dan met onder mijn facecam de statistieken. Gaan we met 32 kilometer naar boven. Een flink tempo. En daardoor weet ik zeker dat hij over de 100 kilometer, dat haalt hij makkelijk. 112 kilometer per uur. Een hele mooie investering van Walibi om zo'n achtbaan te plaatsen in hun park. Ik heb er ook mega veel zin in. Ik denk jullie ook. Laat het even weten in de comments wat jullie van deze nieuwe achtbaan vinden. En of het een goede keuze was om een hypercoaster te maken. Ik denk het eigenlijk wel. Walibi Belgium had nog zo'n mega coaster nodig. Volgens mij gaat hij ook niet echt op de kop. Ging hij over de kop? Ik weet het niet. Het gaat natuurlijk meer om de snelheid en om die airtime momenten. En dat zit helemaal wel snor. Hij heeft het ook aangekleed. Met een mooi beeld aan de linkerkant. Een fonteintje rechts. Gaan we over het water heen. En je merkt dat de snelheid wel redelijk eruit is gehaald. Ik hoop niet dat dat ook in het echt is, want het is juist vet om met 70, 80 kilometer door die bocht heen te scheuren. En dan komen we aan bij het einde. En hier zal de achtbaan crashen, want hij heeft twee achtbanen gebruikt. Dit is de ingang. Ook die ziet er heel gaaf uit. Wat een details ook in de maskers. En ook het station is heel mooi aangekleed. Of dit het wordt, dat weet ik niet. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar hier heeft hij dan een bepaalde achtbaan neergezet. En om dus zo realistisch mogelijk de achtbaan te maken, zal deze dus niet... Kijk, ik kan hem testen, dan zie je dat hij gaat crashen. Let maar op. Ik zal hem even vooruitspoelen. En daar gaat hij al. Hij heeft dus een andere achtbaan gebruikt om zo dicht mogelijk bij de rails te komen voor het realisme. Dus dat is heel goed gedaan. We kijken even naar de statistieken. Maar die komen natuurlijk niet in beeld omdat de achtbaan steeds opnieuw crasht. Die komt niet aan bij het station. Dus we kunnen ook niet echt de statistieken zien. Laten we zeggen, hij gaat 112 kilometer maximaal. En hij scheurt lekker door de bochten. En ik denk dat dit gewoon een hele goede investering is. Oké, om niet helemaal gelijk af te sluiten met de video, doe ik ook nog even die Tiki Waka. Want dat is ook een hele aantrekkelijke achtbaan. Ik wil ook zeker weten weer een keer terug naar Walibi Belgium voor Popcorn Revenge. De nieuwe Trackless Dark Ride. Waar is de ingang? Volgens mij liep ik toch wel goed. Ik liep helemaal de verkeerde kant op. Laten we even hier naar achter gaan. En als het goed is komen we dan aan bij... Oh, de Challenge of Tutankhamon. Die zal wel niet ingericht zijn. Nee, maar hij heeft wel in ieder geval de baan zo gemaakt. En volgens mij moet deze Dark Ride ook vele malen groter worden als je het helemaal wilt nagaan bouwen. De Tiki Waka. Ik moest ook heel veel dingen downloaden, heel veel toolkit items. Ik heb heel veel overgeslagen en ik heb gewoon het project maar ingeladen. Dus misschien zullen er dingen zijn die een beetje ontbreken aan objecten. Maar over het algemeen de standaard objecten en de vele items die ik al ooit heb gedownload, zal je zeker wel het compleet zien allemaal. Dus ja, het valt misschien minder op als ik een paar toolkit items mis. Daar een cameraatje, echt een familieachtbaantje. En opvallend ook dat hij vrij hoog boven de grond is gebouwd. Dat hij niet een enorme drop maakt naar beneden. Hij bouwt hem langzaam op. En daardoor is de maximale snelheid, ja wat zal het zijn, 60, misschien 70. Maar dat lijkt me best wel te snel, die 70. We gaan het vanzelf zien door het in de gaten te houden. En nog steeds hoog boven de grond. Gaaf hoor, heel gaaf. Ik vind het nog steeds een leuke baan. Ook heel mooi aangekleed. Een hele mooie investering. Nogmaals een hele mooie investering van Walibi Belgium. Ik ben er nog maar twee keer geweest.
één keer voor mijn werk en om wat te filmen en de tweede keer voor YouTube-opnames. Dat was ook heel tof. Volg de pijlen. Nou, zoals je kunt zien, de snelheid zit er niet echt heel erg in, zeg maar. Het valt mee. Maximaal misschien 50. En dan komen we alweer aan bij het einde. Resultaten. Een baanlengte van 526 meter. Maximaal 52 kilometer, gemiddeld 21. De G-krachten zal ik niet over praten. En de grootste drop is 5 meter. En deze achtbaan heet de Calamity Mine. Ook heel erg leuk dat je eigenlijk twee optakelingen hebt. En dat je dus ook aan de linkerkant voor de tweede keer wordt opgetakeld. Ik vond het een zeer aantrekkelijke achtbaan, vooral door de decoratie. Het voelde een beetje als een soort van mini-versie van de Big Thunder Mountain. En daarom vind ik eigenlijk de achtbanen qua thematisatie beter dan in Walibi Holland. Kijk, in Holland hebben ze ook wel aparte thema's, zoals natuurlijk Untamed. Beetje met een soort van, een wildernis setting. En dan heb je natuurlijk ook gewoon Lost Gravity met, een beetje... hoe zeg je dat? Modern, denk ik. Moderne stijl. Ik kan zeggen containers, maar ja, dat is wel een beetje de hoofdthematisering voor Lost Gravity, zeg maar. En voor de rest, ja, de achtbanen zijn nou niet super gedecoreerd. Maar gelukkig hebben ze in Walibi Belgium wel een andere gedachte erover. Dat ze in ieder geval de attracties groter en mooier aanpakken, vind ik persoonlijk. Maar ik hou ook wel van aankleding. En bij sommige mensen gaat het helemaal niet om de aankleding, gaat het om de achtbaan zelf. En dan is Walibi Holland natuurlijk veel beter dan Belgium, vind ik persoonlijk. Met het aanbod van attracties, van achtbanen, vooral de achtbanen. Hele unieke achtbanen. Kijk uit dat je je hoofd niet stoot. En volgens mij was deze wel met een flinke drop. Hier maakt hij al wat snelheid. Rond de 50, misschien 60 km per uur. Hij bouwt het langzaam op. Ja, dit is geweldig. Heel leuk gedaan dit. Silos is waarschijnlijk ook wel een Walibi Belgium fan. Volgens mij is hij ook Belgisch. Of Vlaams, allee. Gaan we door de bomen heen. Dat zal pijn hebben gedaan. Dat denk ik. Ik ben nog nooit zelf in een achtbaan door een boom heen geweest. Maar als je takjes met een flinke vaart tegen je gezicht aan krijgt. Dan voel je dat wel. Dat voel je zeker. We gaan kijken naar de resultaten. Een maximale snelheid van 71 km. Een baanlengte van 1152. De G-krachten zijn natuurlijk niet hoog. En dan geen inversies. Ik mis wel de Pulsar. Dat is toch wel een icoon van het park, vind ik persoonlijk. Heeft hij ook Popcorn Revenge gemaakt? Ik geloof het niet. Hij heeft gewoon een aantal projecten, een aantal bekende achtbanen, heeft hij dus hier geplaatst. Ik vond het heel leuk. Bedankt Silos voor het maken van Walibi Belgium voor een gedeelte. En vooral ook de nieuwe achtbaan. Zeer schön. Zeer leuk om die even te ervaren op deze manier. Laat vooral een duimpje achter en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van natuurlijk Planet Coaster. Ik hoop je dan weer te zien. Doei doeg!